Hallo allemaal, lezen voor de lijst. Lijmen uit 1924 en Het been uit 1938. Die twee boeken vormen samen één geheel. Laten we eens een karakteristiek geven van Laarmans en van Boorman. Als je het boek gelezen hebt, dan weet je dat die Boorman in Lijmen vooral de hoofdpersoon is en in Het been dat Laarmans iets meer naar voren komt. Boorman is het type van de keiharde zakenman, gehaaid, zeer dominant, met een groot inzicht in de drijfveren van mensen. Hij heeft ze heel erg goed door. Met zijn krachtige blik kijkt hij door iedereen heen, zelfs door Laarmans heen. Hij heeft mensen in zijn macht door de verkoop van zijn wereldtijdschrift. Een malafide zwendelblaadje. Hij doorziet de ijdelheid van de ondernemers die in zijn wereldtijdschrift willen staan. Hij schrijft dan een stuk over hen, vaak nog met foto's erbij. Ik geef een citaat over dat wereldtijdschrift. Iedereen wil nummer 1 zijn of ervoor doorgaan. Dus dan schrijf je een lovend stuk en je zorgt ervoor dat je er zo weinig mogelijk energie in steekt door al 50 stukken klaar te hebben liggen. Die je dan steeds een beetje verandert, zodat je er bijna geen werk aan hebt. En er dan ook veel geld mee kunt verdienen. Nog een citaat in het artikel. Alles schittert, alles is goed, alles is beter dan elders. Dus je geeft mensen het gevoel dat ze een uniek bedrijf hebben, een unieke onderneming, unieke materialen verkopen, unieke instellingen zijn. En dan verkoop je dat wereldtijdschrift in grote oplagen. Je laat de prijs dalen als de oplage stijgt. En dan heb je de mensen in je macht. Boorman weet talloze ondernemers te lijmen. Daar heb je het woord dat de betekenis is van het eerste boek. Die hij overhaalt dus bij het afnemen van 10.000 exemplaren van het wereldtijdschrift. En mensen hebben vaak ook schulden bij hem. En dan aanvaardt hij ook dingen in natura. Hij heeft bijna een soort museum thuis van allerlei voorwerpen en toestanden die hij in natura heeft geaccepteerd. Laarmans is veel zachtmoediger, zachtaardiger. En hij vertelt zijn verhaal over Boorman in Lijmen en in het been aan een ik-figuur. Die ik-figuur zou Elschot kunnen zijn, maar het wordt eigenlijk niet zo duidelijk wie die figuur precies is. Hij blundert als secretaris van Boorman door Wilkinson binnen te laten in het lege kantoor van Boorman, zodat die Wilkinson zijn zwendel al gauw doorziet. Hij moet dus echt nog leren lijmen en Boorman is zijn leermeester. Maar hij heeft dan zijn ziel aan de duivel verkocht. Want hij moet al zijn gevoelens en emoties en medelijden met de slachtoffers van het wereldtijdschrift aan de kant zetten. Behalve Wilkinson lukt het lijmen ook niet bij Charles van Ganzen, de beddenverkoper. Die komt uit een oud geslacht van oprechte ondernemers, zegt Boorman. En die trapt er dus niet in. En Boorman kan dat ook wel weer waarderen en zit daar niet erg mee. Hij kijkt niet steeds terug, maar hij kijkt vooruit naar nieuwe slachtoffers. Laarman is eigenlijk een gevoelsmens die moeite heeft met zijn klerkenbaantje en gedesillusioneerd is in zijn idealen voor de Vlaamse zaak. En soms medelijden heeft met de slachtoffers. Hij is dus een veel zachtaardiger persoon. Maar hij moet die zachtaardigheid en die gevoelens naast zich neerleggen. En dat doet hij dan ook. En zoals ik al zei, sommigen hebben gezegd, hij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht. Hij valt ook voor het maandsalaris dat Boorman hem biedt, dat ruim 4 keer zo hoog ligt als wat hij nu verdient. En hij ontdekt
wel iets van de boorman in zichzelf, dat hij zelf ook wel het aan kan en er zelf ook wel meedoet, maar hij is vooral te fatsoenlijk en te gewetensvol om zo dominant en zwendelachtig te zijn als die boorman is. In het been staat op een gegeven moment zelfs: ik walg van de hele handel, van de hele handel in het wereldtijdschrift. En tenslotte, in het been verbreekt hij dan ook het contract op een beetje lafhartige manier. Dat hoort ook wel weer bij Lamans, want hij voegt geen briefje toe, maar hij stuurt alleen het contract dat hij opgemaakt heeft, gekregen door Boorman, stuurt hij terug. En ik keer terug naar een eenvoudige klerkenbaan. Hij heeft zich teruggetrokken als directeur van het wereldtijdschrift. Want dat hij was op een gegeven moment directeur gemaakt door Boorman die andere dingen ging doen. Die ging namelijk hoestpillen verkopen. Vond ik wel komisch, omdat je de zwendelarij ook alweer voor je ziet. In het been maakt Boorman een moment van zwakte door, een periode van zwakte. De zaak met de weduwe Lauwerijsen, die een houten been heeft, ze had al een heel slecht been, waar veel vocht in zat, en ze blijkt nu haar been, onderbeen verloren te hebben en heeft een houten been gekregen. En die hij voor 100.000 tijdschriften heeft opgelicht, achtervolgt hem. Hij zegt: dat been, daar zit ik mee. Dat is aannemelijk gemaakt, dat hij daarmee zit en gevoelens heeft en denkt: ik moet het goed maken en het spijt me, en zo wordt die boorman. Dat wordt eigenlijk aannemelijk gemaakt doordat hij zijn vrouw verloren heeft en in een labiele toestand is, eenzaam is en gevoelens van medelijden lijkt te ontwikkelen en van spijt, en die krijgen bij hem de overhand. We zullen zien dat dat aangeraden is door een andere schrijver, een van zijn collega's, van naam, maakt dat aannemelijker, want anders is het niet aannemelijk dat Boorman dat doet, want hij gaat later toch weer over tot door met dat wereldtijdschrift om daarmee geld mee te verdienen en mensen op te lichten. Dus er is ook door recensenten wel gezegd: ja, is die, die toestand waarin Boorman komt, die inzinking die hij krijgt, is dat eigenlijk wel aannemelijk? Is dat niet erg gemaakt? Het is wel heel komisch in het been. Ik citeer over zijn spijt: had zij van het geld van Boorman een goede dokter hebben kunnen bekostigen, met andere woorden, dan was ze haar been niet kwijtgeraakt en dan had ze met dat geld dat ze nu aan Boorman moest geven in maandelijkse termijnen, wilde ze het afbetalen, had ze kunnen gebruiken om een goede dokter te krijgen. Zou de naamloze vennootschap, ik citeer weer, zou de naamloze vennootschap die ik haar beloofd had te verschaffen, haar zoveel rust gegeven hebben dat het been genezen zou zijn? Want dat heeft Boorman ook nog gedaan. Hij heeft er 100.000 exemplaren van het wereldtijdschrift verkocht. En hij heeft ook gezegd: ik zorg wel voor dat jouw zaak een NV wordt. Nou, een naamloze vennootschap, maar daar heeft hij... heeft hij niet gedaan, die belofte is niet nagekomen. En verderop aan het eind van het been blijkt dat hij zijn zwendel gewoon weer voortzet. Dus was het een tijdelijke inzinking. Het maakt het allemaal niet aannemelijker, vind ik. Op het tentamen zullen ze zeker vragen hoe dat wereldtijdschrift in elkaar zit. Nou, dat Algemeen Wereldtijdschrift voor Financiën, Handel, Nijverheid, Kunsten en Wetenschappen heeft geen abonnementen. Je zou zeggen een tijdschrift in abonnementen, maar dat is niet zo. Het Wereldtijdschrift schreef steeds in varianten dezelfde tekst bij gelijksoortige ondernemingen. Er bestaan zo'n 50 basisteksten en die worden op een heel komische en ingenieuze wijze steeds veranderd. De volgorde van de zinsdelen wordt wat veranderd en er veranderen hele kleine
een kleinigheid aan en er wordt een kleine inleiding en een slot bijgebreid die past bij de onderneming of de instelling die opgelicht wordt. Eigenlijk, zegt Boorman zelf, gaat het om een ruil van papier tegen geld. Er zijn ongeveer 50 typische studies die je steeds maar weer iets anders laat verschijnen op een iets andere manier. Elk nummer bevat een stereotype beschrijving van een bedrijf, een studie die niets om het lijf heeft, citeer, maar dan ook niets. Dus hij verkoopt eigenlijk gebakken lucht, want het zijn gewoon dezelfde teksten. Dezelfde ronkende aanbevelingen gelden voor alle instellingen en bedrijven. In werkelijkheid is het goedkoop drukwerk. Dat de koper nog zelf moet verzenden ook, dat is helemaal het toppunt. Dus dan krijg je, als je 10.000 exemplaren gehad hebt, 10.000 van die circulaires, want veel meer is het niet. Die mag je dan zelf als reclame voor je eigen bedrijf ook nog opsturen naar andere bedrijven. Maar het wordt wel met veel mooie praatjes verkocht en veel mensen trappen erin. En waarom trappen die erin, vragen we dan op tentamen. Nou, omdat ze ijdel zijn. De ijdelheid om in dat blad te staan en van je eigen bedrijf gedrukt te zien staan hoe geweldig het is en fantastisch en uniek. En die ijdelheid die dwingt de kopers ertoe om er tienduizenden van te kopen. In sommige gevallen. In Lijmen is het de wat verlopen smederij van Lauwe Rijssen, gerund door een zuster van de smid, met een ontstoken been die erin trapt. En dat heeft in het been allerlei gevolgen. Boorman verkoopt die vrouw, die weduwe, met dat been maar liefst 100.000 exemplaren. En daar wil ze dan op een gegeven moment dus door tussenkomst van haar broer snel van af. Maar, zegt Boorman, ja, het is te laat, de bonnetjes zijn getekend. En mevrouw Lauwe Rijssen, die zal maandenlang moeten betalen en Laremans moet dan gaan incasseren, wat hij afschuwelijk vindt om te doen. Als Boorman haar laatste termijn wil kwijtschelden, dan weigert ze dat. Dat wil ze beslist niet. En dat maakt het ook heel humoristisch, dat boek Het Been. Want waarom is dat een humoristisch werk? Laremans is loketbediende geworden bij de General Marine Shipbuilding Company in Het Been. Nu zitten we dus aan het begin van Het Been. En de ik-figuur vertelt hem de malle. Hij vertelt die ik-figuur de malle geschiedenis. Hij erkent dat hij zijn ziel heeft geofferd op het altaar van het wereldtijdschrift. Boormans vrouw is overleden, daardoor is hij labiel en eenzaam. Op de markt loopt hij een vrouw ondersteboven en dat blijkt mevrouw Lauwe Rijssen te zijn. En ze vergeeft hem niet dat hij de naamloze vennootschap niet voor haar geregeld heeft, zoals hij beloofd heeft. Hij wordt dan verteerd door schuldgevoel en hij raakt geobsedeerd door het been. Het been wil hij kwijtraken, zoals hij het zegt. En daar hebben ze een soort bemiddelaar voor nodig, iemand die daar zo over nadenkt hoe hij dat kan doen. En Laremans heeft nog een verre neef en dat is ook een hele komische figuur, vind ik. Oom Jan, de pastoor, en die raadt aan om mevrouw Lauwe Rijssen het geld gewoon terug te geven. Nou, hoe moet je dat doen? Je gaat natuurlijk niet toegeven dat je gezwendeld hebt. Dus er wordt een nieuwe creditnota opgemaakt, zodat het lijkt of de factuur een vergissing was. Maar mevrouw Lauwe Rijssen weigert om dat geld aan te nemen. 8.500 francs. En nu wordt het leuk, nu is het komisch. Nu krijg je een heel spel over iemand die iets aan iemand wil geven. Een boerman die geld wil geven aan mevrouw Lauwe Rijssen, terug wil geven als het ware, het goed wil maken. En die mevrouw weigert dan. En dan gaan ze er een rechtszaak voor maken.
Nou, eerst met de met de deurwaarder gesproken te hebben. Boorman wilde het been dus kwijt en hij schakelt een deurwaarder in, maar uiteindelijk moet hij zelfs een rechter inschakelen. Heel komisch verteld dat ze bij de rechter komen en dat die rechter niet begrijpt wat er aan de hand is. U wil geld kwijt en waarom wil u het niet accepteren? Nou, het is een heel heen en weer gedoe en wordt heel, heel humoristisch beschreven. Nu wordt mevrouw Lauwerijsje dus gedagvaard om voor de rechter te verschijnen om geld aan te nemen dat ze niet wil hebben. Nou ja, dat is op zichzelf al komisch, maar hoe het beschreven wordt is heel humoristisch. Boorman wil van het been af en besluit als de smederij te koop staat en geveild wordt om dan die wereldtijdschriften, 4500 kilo aan papier, op te kopen voor die 8500 francs. Dan heeft hij al alsnog betaald. Als hij dat op de veiling biedt, ontstaat er een enorm tumult. Hij wordt voor gek verklaard, meegenomen door een politieagent, daar vecht hij nog mee, en opgesloten in een soort tehuis, in een soort psychiatrisch ziekenhuis, want ze denken dat hij gek is. Dat is toch wel bijzonder grappig. Hij mag het ziekenhuis pas na enkele dagen en na een lumbaalpunctie verlaten. Ja, dan is hij het been nog steeds niet kwijt. En die wroeging ook niet. Dan bemiddelt pastoor Jan en gaat de weduwe uiteindelijk overstag. Ze gaat akkoord met het geld, dat het geld geschonken wordt aan een goed doel. Maar ze wil maar 1000 francs aanvaarden. Maar ja, Boorman die wil zijn 8500 francs kwijt. Dus die zegt nee, er wordt 8500 francs. En de pastoor zegt dan, nou ja, hoe meer geld voor het goede doel, hoe beter. Dus dat wordt dan uiteindelijk een soort verzoening. En dan kan Boorman weer verder. Dan vraagt de ik-figuur aan Laarmans hoe hij aan zijn baantje gekomen is. En dan blijkt dat weer via die pastoor Jan te zijn. Laarman stopt met het wereldtijdschrift en stuurt heel laf, zonder begeleidend briefje, zijn contract terug naar Boorman. En als hij Boorman in de stad ziet, dan gaat hij een straatje om, want hij wil hem niet ontmoeten. Boorman gaat wel door met het wereldtijdschrift. Het was dus een tijdelijke inzinking. Nou, de kritiek daarop heb ik al verwoord, dat hoef ik niet nog een keer te doen. Lijmen en het been vormen een zogenaamde dubbelroman. Ze horen bij elkaar, maar er zit 14 jaar tussen. Collega's van Elschot hebben gezegd, joh, je hebt zo'n prachtige figuur getekend in die Boorman. Je moet daar nog een verhaal achteraan schrijven. En dat is dat been geworden. En ik moet zeggen dat dat uitstekend gelukt is. Het sluit helemaal aan op elkaar, het laatste hoofdstuk. Van Lijmen heet het afscheid en het eerste van het been heet het weerzien. Nou ja, duidelijker kan het niet. Thema van de beide romans is, als je succes in zaken wil hebben, moet je meedogenloos zijn en geen last hebben van allerlei schuldgevoel of gewetensproblemen. Dus de meedogenloosheid van de zakenwereld. En daar zit natuurlijk meteen ook een stukje maatschappijkritiek in. Juist omdat Laarmans van het directeurschap van het wereldtijdschrift walgt en te veel een gevoelsmens is, stopt hij er op een gegeven moment ook mee. Boorman is de geschikte zakenman, scherpzinnig, psychologisch begaafd. Hij is om de zwakte op te sporen bij mensen, die vaak neerkomt op ijdelheid. En om door niets gehinderd te worden, zoals door gevoel van medelijden of gevoelens in het algemeen, behalve in het geval van die mevrouw Lauwerijsje. En dat ene geval wordt nog aannemelijk gemaakt doordat Boormans vrouw gestorven is. Ik denk dat je dat goed moet onthouden. En de kritiek van de critici die zeggen, ja, is dat nou eigenlijk wel zo aannemelijk? Maar je kunt ook zeggen, Boorman is na de dood van zijn vrouw niet zichzelf meer voor een tijdje. En dat is
dan wel weer aannemelijk, want dat komt gewoon voor in het leven. Er heeft een soort, in deze twee romans, een soort identificatie plaatsgevonden tussen Lamans en Boorman. Lamans is weliswaar gestopt, maar toch is hij niet vrij van de wereld van Boorman. Dat blijkt uit de laatste zin van het boek, van Het Been. Dat is namelijk een zin die Boorman heel vaak tegen Lamans gezegd heeft en die Lamans nu tegen de ik-figuur zegt. Kijk maar in de la onder marmer of papier. Daar vind je de tekst. En daar zie je hoe diepgaand die invloed is van Boorman op Lamans. Elschot heeft gezegd dat veel van zijn werk autobiografisch is. En hij zou, denk ik, van zichzelf zowel iets in Boorman hebben gelegd als in Lamans. Dan zijn die twee figuren dus projecties van kanten van zijn eigen persoon. Dan heeft hij dat allebei in zich, dat keiharde zakenman zijn, maar ook die gevoelsmens. Het Been is wel vanwege de absurditeit van het verhaal een burleske genoemd. Een burleske is een absurd verhaal. Maar er valt in ieder geval in Het Been heel wat meer te lachen dan in Lijmen. Hoewel dat wel ook een sterk verhaal is op zichzelf. Lijmen heeft een wat grimmiger karakter dan Het Been. Het Been kun je echt van genieten omdat het komisch is. Tragicomisch, want wat die mevrouw Lauwe Rijssen overkomt is ook niet niks. Elschot schrijft sober en zijn teksten zitten vol ironie. Ja, zullen ze wel nog vragen op het tentamen, denk ik, naar die ironie. Juist door zijn eenvoudige woordkeuze worden beheerst, op beheerste wijze de waarden ontluisterd. Hè, die, waar het om gaat, zoals medegevoel en ja, dat hele gezwendel tast natuurlijk de waarde van eerlijkheid, oprechtheid, openheid, op een eerlijke manier zaken doen aan. En dat beschrijft hij heel sober. De voorbeeldteksten van het Wereldtijdschrift, waarin je dus een kijkje in de keuken kijkt, hoe heeft hij dat nou in elkaar gezet, die zijn echt geniaal. En komisch tegelijk, hè? Die kleine veranderingen in het Frans gestelde zinnen, die achterin het boek, als je het Frans niet beheerst, worden verklaard, die zijn de moeite waard om even naar te kijken. Ik denk ook wel dat je er naar gevraagd zal worden. In de kritiek heb ik al gezegd, en dat herhaal ik nog een keer, is Boormans ommekeer en zijn terugkeer naar het Wereldtijdschrift niet aannemelijk genoemd. En daar hebben ze denk ik een punt. Dat was het. Mooi, twee mooie boeken samen. Het kost niet veel tijd om ze te lezen. Wel moet je heel goed lezen wat er staat, want je moet ze wel begrijpen. Ik heb je daarbij hopelijk geholpen. Heb je er wat aan gehad? Dan mag je mijn video even liken, vind ik altijd leuk. Of een reactie geven, nog leuker. Ik wens je een prettige dag. En als je nog tentamen moet doen, zal wel voorbij zijn, denk ik. Maar je weet maar nooit. Dan wens ik je veel sterkte. En of je moet misschien een werkstuk maken over het boek. Dan wens ik je ook daarbij veel sterkte. Dankjewel.